Ik heb het echt weer veel te laat gemaakt, maar... Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb echt voor het eerst sinds maanden echt een beetje uitgeslapen. En dat is echt lekker. Ik ben echt helemaal alleen thuis ook. En ik zeg echt voor echt nu. Maar goed, ik ga er wel uit moeten, want we moeten natuurlijk wel gewoon dingen doen. Leven gaat gewoon door. Maar ik lig zo lekker in mijn bedje. Echt altijd, dan is het zo warm en... Die deken zo zacht als ik dan wakker word. En wil ik er echt never nooit van mijn leven meer uit. Zo, lekker uitgebreid gedoucht. Voor alles gescrubt, dus helemaal uitgescrubt. Die is ook echt heel droog. En ik heb natuurlijk elke keer deze plekken. Dus even goed mijn huid verzorgen. Voor die plekken ben ik natuurlijk een tijd geleden naar de dokter geweest. Dan heb ik deze gekregen. Inderm. En echt, het spul stinkt zo. Maar ik moet zeggen, het helpt echt heel goed. Dus dat moet ik twee keer per dag dan erop deppen. Alleen als ik het dep, echt, ik moet echt mijn adem inhouden. Want die geur, nou, ik ga echt bijna oud van die lucht. Er zit een hele zware soort alcohol en nog meer dingen lucht aan. Echt verschrikkelijk. Dus here we go. Nou, en dit doodt dus alle plekjes, zeg maar, alles wat dit veroorzaakt. Zeg maar die lucht altijd. Pff. Even kijken. Ook altijd goed voor mijn handen. Ik ben altijd wel eens te dood dat ik dat in mijn ogen krijg, want het is echt geen lekker spul verder. Nou, het werkt wel, dus elke keer als het over is, moet ik stoppen met het gebruiken. En als het terugkomt, mag ik het weer gebruiken. En ook als ik het weer ga gebruiken, maar ik had pas laten zien. Ja, sommige zijn natuurlijk plekjes, maar die zijn wel geheeld. Het is wel echt vooruit gegaan al. Ook even mijn ogen. Ik ga mijn huid gewoon even een dikke laag geven en even lekker geen make-up op doen. Dan kan die even lekker gewoon gevoed worden en bijkomen. Dat kan die best wel gebruiken. Kijken. Oh, trouwens, deze oogcreme gebruik ik momenteel van Isis Pharma Light Eyes. En die voelt gewoon eigenlijk heel goed. En daar ben ik ook wel heel tevreden over. Hij smeert ook makkelijk. En ik moet zeggen dat hij heel mooi hydrateert, maar niet heel zwaar is. Ook niet plakkerig wordt of iets. Dus ik vind hem echt heel fijn. Oh, en dit is nu ongeveer verdampt, want het dood en het verdampt dan gewoon. En als ik heel erg last heb van mijn huid, gebruik ik ook deze crème. Die is van Dr. Brandt. Pore Effect, Pore No More. En die zorgt ook dat de poriën dan wat meer sluiten weer. En ik moet zeggen dat dat ook, die ruikt ook al heel apart. Maar ook deze is een wat dikkere crème. Ik vind dat die wel heel goed voedt. Maar... die maakt ook je huid daarna echt wel beter. Die ga ik er nu lekker dik op zetten. Dat hij echt goed kan intrekken. Dat mijn huid gewoon even helemaal verzadigd is. En dan gaan we dat even kijken wat mijn huid dan doet. Ik hoop echt dat hij even weer helemaal gaat herstellen. Sowieso vind ik altijd in de zomer mijn huid beter dan in de winter. Die kou en die droogte doet niet heel veel goed. Zo met dit licht. Het is niet echt charmant licht, moet ik zeggen. Het is heel hard licht hier in de badkamer. Zo, echt even een lekkere dikke laag op. Zo. Ik moet zeggen dat ik mijn huid nu wel een stukje beter vind. Omdat hij gewoon... weer goed gevoed is.
ik probeer ook altijd onder mijn wenkbrauw. Maar dat is heel droog. Dan ga ik ook heel snel vervellen. Dus daar probeer ik hem ook altijd wel goed onder te brengen. Want ik merk dat mijn huid het daar altijd ook wel echt nodig heeft. En als het goed lekker natuurlijk mee pakken. Nou. En zet me natuurlijk gelijk lekker voor de bloeding van je gezicht. Door hem even lekker te masseren. Zo, heerlijk. Nou, dit ga ik even lekker dik laten intrekken. En dan ga ik nog even wat eten, denk ik. Ik weet ook gewoon niet hoe laat Sarah terugkomt. Ik heb tegen mijn moeder gezegd van ze zou de kamer opruimen. Daar moest ze tijd voor hebben. En ja, laat maar weten, een uurtje van tevoren. Ik heb niet de planning om vandaag de deur uit te gaan. Want ik heb hier gewoon zoveel te doen. Maar dan kan ik wel de deur uit en binnen een uurtje kan je altijd gewoon terug zijn. Dus dan sta ik niet ergens van, oh nee, ik moet nu binnen 5 of 10 minuten thuis zijn. Dus ik heb nog niks gehoord. Dus ik weet het niet. Het is ook nog vrij vroeg. Dus dan kunnen ze lekker even tijd hebben om daar dingen te doen. Ik weet niet wat. Komt vast wel goed. Ja, maar ik ga er ook, denk ik, lekker niks aan doen vandaag. Gewoon even een dagje niks. Ook wel eens lekker. Zo, en nu maar even gebruik maken van de gelegenheid om mezelf nuttig te maken. Al zit ik heel erg in dubio. Wat ga ik doen? Ga ik mezelf nuttig maken of ga ik gebruik maken van de tijd die ik heb door eigenlijk gewoon een keer helemaal niks te doen? Maar ja, ik heb mezelf, dat ga ik toch niet doen. Even lekker licht in de kamer. Ik ben ook aangekleed ondertussen. Ook zal ik mijn outfit laten zien. Dat vergeet ik altijd. En oh, dit moet echt anders. Maar dit is Sarah der Barbie landschap. Maar ik word er een beetje gek van. Ik heb deze trui weer aan van Whistler. Broek van Lofty Manor en sokken. Ik ben weer met mijn kleine mini mensje. En die heeft het heel druk, want die heeft van Sinterklaas het Tamagotchi gekregen, hè, bij oma. Ja. Ja. Tijd. Het is nu 3:07, dus 15:07. Oh. Oké. Okay. Opnieuw, hoe moet ik dan? Oké. Okay. Alleen ze speelt hem niet af, zeg maar. Ze kiest elke 10 minuten een nieuw diertje. Ja, dat kan ook, hè. Ik ben zo blij dat je weer bij mij bent. Ja, 15:00. Ja. Oké, okay, dat is de tijd. En dan eet de leeuw M. Het was een meneerleeuw, dus dat is wel een gekke naam dan. Wat hebben we nog meer? Joy. Nee. Eve. Jim. Oh, dat vind ik wel echt een leeuwennaam. Jim. Nee. May. May. Ja, dat is May. Het is Engels. Sue. Ik doe Sue. Sue. Sue de leeuw. Kijk, als je deze omhoog doet. Ja, ik zie het. Ja, zij is ondertussen de kamertje aan het opruimen. En je bent het echt. Kijk hoe leuk ik dit heb gedaan. Ja, daar ben ik iets minder blij mee met stekjes op je mooie bureau. Maar verder ben ik wel dat je de la heel erg goed netjes aan het sorteren bent. En dit heb je al helemaal keurig opgeruimd. Ja, heel goed. Mama. Oh, ja, ja, ja. Kijk. Wauw, dat heb je echt netjes gedaan, Jela. Super, je kan het wel. Ik ben trots op je. Ik ben naar boven geroepen, want Sarah is klaar met de kamer. Maar ik sta nu voor de deur, want ik mag nog niet naar binnen. Mag ik al? Nee. Oh. Nee. Ben je bijna klaar? Ja. Oké. Okay. Nou, dit kan dus ook. Je mag binnenkomen. Oh, ik ben zo benieuwd. Wat is het netjes. Wat heb je goed je best gedaan. Je kaptafel helemaal netjes, dat had ik al gezien. Je bureau. Oh, daar had je de dingen gelegd die weg mochten. Je kast weer helemaal netjes. Hé, hey, kom eens hier. Ik wil jou. Goed gedaan, Moppie. Trots op jou. En ik vind dit outfit heel leuk zo met. Kijk. Oh, je outfit? Oh, je kapsel. Oh, je outfit. Zo met de pony en dan zo. Oh, je kapsel. Dat vind ik wel leuk. Ja, zo bij mijn outfit. Kijk hoe leuk het is. Ja, ik vind het leuk. Je hebt een sterren outfit, hè? Sterren, zilver op je shirt en
Op je rok. Sterren. Je bent een sterretjesmeisje vandaag. Een glittersterretjesmeisje. En weet je wat ik nu ga doen? Pajet. Jet Pajet ben jij. Ik ga ondertussen even koken nu. Ik ben Jet Patet. Ja, ik ben trots op je. Je hebt het goed gedaan. Mama, ik ga even koken. Mag ik weer op je te klimmen? Nou, zullen we dat straks... Dan ga je lekker papa klimmen als hij thuis is. Vind ik een beter idee. We gaan lekker spitskoolschotel eten. Kijk eens hoe lekker het van mij uitziet. Ja, dat is heel lekker, hè? Dit is sowieso heel lekker, dit. Welk liedje is dit? Hoe heet het liedje? Que sera, sera. Dat gezicht wat leuk. Weet je niet wat je moet zeggen, Mop? Nou, we hebben gegeten en Sarah had deze en die van de Lidl schoentjes maken voor ons meegenomen. En Marco had weer deze kleurplaat voor Sarah meegenomen en daar kan ze weer een prijsje mee winnen. Dus we gaan gezegd met z'n drie kleuren. Oh, dit is een andere roze. Oh, ja, die. Dat is de verkeerde roze. Zo, deze puntjes zitten er helemaal in. Wat zeg je? Sommige puntjes zitten er helemaal in. Ja. Ja, haarstiften. Dat is dat dingetje, dit zakje. Kijk, hoe netjes deze is. Nou, dit is mijn tekening tot nu toe. Zover als dat ik gekomen ben. Dit is die van Marco. En dit is die van Sarah. Sarah die heeft wat meer haast gehad. Die is heel kleurrijk. Ik kijk. Al. Ja, heb je wat ontdekt. Dus ik vind hem wel heel leuk geworden, de mijne. En voor jou is ook wel heel leuk. Die voor jou is wat kleurrijker. Die voor mij is wat serener. Welk liedje zou ik zingen? Oh, je ging ervoor zitten alsof je het al wist. Hoor de wind waait door de bomen. Nee. Die weet ik niet hoe die moet. Oh, daar wordt aan de deur geklopt. Nee. Nou, die camera wil niet echt scherp blijven. Sergeant komt de stamboot. Doe je die? Sergeant komt de stamboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons in de kras, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe wij de wimpels al heen en alweer. De knecht staat te lachen en roept om dit voor. Je zoet is graag lekker, is wie zout is dat rond. Oh lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. We gaan ook het zieltje als huisje voorbij. Zo, dat was de snelste stoomboot ooit. Sinterklaas kapoentje, gooi het in mijn schoentje, gooi het in mijn blaasje. Dank je Sinterklaasje, Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn leeg, lege donder. Gooi wat in de huizen, we zullen krabbelen als... Muizen! Ik ga nu eerst maar eens beginnen met deze hoek weer aan de kant. Ik heb het de hele tijd voor Sarah laten staan, want ze was zo dolgelukkig ermee dat het zo stond. Maar... Ik wil echt, echt weer gewoon normaal door mijn kamer kunnen lopen. Dus even kijken. Even alles opzij. Dan moet ze het maar weer opnieuw opbouwen. Maar gewoon even weer lopen in de kamer. Is toch wel even heel prettig, denk ik. Dit vind ik altijd zo vervelend aan Barbie. Al die... Hele kleine dingetjes. En dit zijn dan eens de kleinste dingetjes. Vandaag kwam ik echt iets tegen. Dat was echt zo. Dat was een baby speeltje voor een Barbie. Nou, dan weet je hoe groot Barbies zijn. Dus speelgoed voor een baby Barbie. Dat is echt... Kijk, hier heb ik het toevallig. Kijk, dit soort dingetjes. Nou, weet je natuurlijk als het in de stofzuiger terechtkomt. Dan heb ik oorlog. Wat is hiermee gebeurd? Dit is dicht. Dicht. Dan ga je even niet gaan doen. Er zit nog wat aan. En... Dit scheelt al een hele hoop. Deze hier.
En deze kan dus niet opgevouwen worden. Echt, daar baal ik zo van. Ik dacht, net als dat huis, kan je die ook wel opvouwen. Toen had ze hem besteld, toen kwam in elkaar. Toen zag ik al, die gaat dus niet in elkaar. Dus dat ding staat altijd maar zo. Kijk hier weer. Het is echt super schattig hoor, maar kijk, lippenstift en een parfumflesje. Het is zo klein allemaal. Nou, even daar eens op liggen. Zetten we hem voor nu maar zo en ik kan weer normaal lopen. Ook maar gelijk even wat van die aarde die ook uit die plant groeit. Zelf maar er vast uithalen. Want ik word er helemaal gek van op tafel. Echt 10 keer per dag kan ik die aarde eraf halen. Dit ligt al allemaal wat ik er zo uittik. Dus nu kan ik het gewoon even weghalen en even die tafel normaal schoonmaken. En hopelijk ligt het morgen niet weer helemaal vol. Zo irritant. Zo leuk, zij heeft natuurlijk een Tamagotchi gekregen van Sinterklaas bij mijn moeder. En nu is dat ding dus elke keer aan het piepen. Maar als ik hem volgens mij die dingen nu niet geef, dan gaat het niet meer zo goed. Gelukkig hebben we het vanmiddag even samen zitten doen. Weet ik hoe die werkt? Ik ga gewoon alle dingetjes even af. Nu is hij aan het eten. Tot hij niet meer wil, prop hem gewoon helemaal vol. Ik had wel ontdekt dat je hem ook, zeg maar, op slaapstand kan zetten. Het is geen originele, want die gingen vroeger natuurlijk gewoon dood als je ze niet goed verzorgde. Dus ik ben heel blij dat deze dat niet doet, want dat zou echt niet goed zijn met Sarah. Zo, ding heeft honger. Dus, maar ja, eerst deze echt elke 5 minuten een andere. En je kan dus allemaal diertjes kiezen. Maar nu ging ze deze dus wel verzorgen. Het zou een beetje vreemd zijn als die dan morgen het niet meer doet. En weer lekker een stokbroodje. En hij is weer lekker aan het smelten. Ik heb het echt weer veel te laat gemaakt. Maar ik moet zeggen, ik ben helemaal bij met editen. Waarom ben jij niet uitgegaan, laptop? Ik had jou net op afsluiten gezet. Wel echt een voordeel. Ik heb geen make-up op, dus het is echt gezicht wassen en mijn bed in. Dat scheelt wel echt, want make-up te afhalen duurt toch ook altijd wel even. En mijn huid voelt echt zo lekker van vanochtend, dat ik het heb ingesmeerd, helemaal zacht weer. Ik voel nog wel plekjes, maar omdat ik heel goed heb gescrubt en zo, voelt het wel eens minder. Dus dat ik even wassen en weer dat spul die inderm even deppen. En dan als het goed is, zou het echt wel beter moeten gaan met mijn huid. Dat hopen we dan maar. Ik ga in ieder geval nu eens lekker naar boven en slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei.